Hallo iedereen, ik heb het boek Boven is het stil van Gerbrand Bakker gekozen als mijn eerste boek. Ik heb het boek gekozen op aanraden van mijn papa, omdat hij zei dat hij het een heel goed boek vond. Het is bovendien ook een Nederlandstalig boek, wat voor mij een pluspunt is. Mijn eerste leeservaring was zeer goed. Ik vind dat Gerbrand Bakker een zeer aangename schrijfstijl heeft en dat hij op een vreemde manier wordt meegezogen in het verhaal. Op pagina 10 ben ik ook een zeer mooie zin tegengekomen. Blauw-grijs heb ik in mijn hoofd. De kleur van het IJsselmeer op een zomerdag die bedreigd wordt door grauwe donderkoppen in de verte. Ik vind dat er een zeer mooi beeld wordt geschept of gecreëerd in deze zin. En een voor mij zeer herkenbaar beeld. Want ik ben een zeiler en als zeiler ben ik vaak op het IJsselmeer of in de gebieden rond het IJsselmeer. Dus ik weet perfect, of ik denk perfect te weten, wat de schrijver hier wilt creëren of wilt maken. En nu ben ik vooral benieuwd naar wat het boek verder gaat brengen, hoe dat het verhaal gaat verlopen, of dat ik nog zo mooie zinnen tegenkom. En ik ben zeer benieuwd. Okay. Welkom bij mijn tweede vlog over het boek Boven is het stil van Gerbrand Bakker. Ik zit momenteel aan pagina 56 en ik ben echt gemotiveerd om verder te lezen, omdat het boek mij emotioneel geraakt heeft. Het boek gaat over Helmer, een boer die leeft in het gebied rond het IJsselmeer, en zijn vader. Zijn vader is een man van leeftijd die helaas niet meer zo goed voor zichzelf kan zorgen. Daarom moet Helmer de taak op zich nemen om voor zijn vader te zorgen. Het boek begint dan ook bij de verhuis van Helmer zijn vader van de kamer beneden naar de kamer boven. Helmer en zijn vader hebben eigenlijk niet zo'n goede relatie, wat het allemaal nog triestiger maakt. En Helmer heeft doorheen zijn leven al zijn broer verloren, zijn mama verloren. En het gaat nu ook helemaal niet goed met zijn papa. Het verhaal begint dus zeer triest, waardoor dat je onmiddellijk wordt meegesleurd in het verhaal. Ik werd ook meegesleurd door het stilistische aspect. Gerbrand schrijft op een zeer natuurlijke en een beetje een droge manier. Maar hij verwoordt alles zeer mooi. En hij slaagt er telkens opnieuw in om een zeer sterke sfeer te creëren. Hij schrijft mooie dialogen, waardoor het boek, waardoor er zo'n afwisseling in het boek is. En ik ben zeer, zeer nieuwsgierig naar wat de volgende pagina's gaan brengen. Welkom bij mijn derde boekenvlog. In deze vlog ga ik het hebben over een passage in het boek die ik zeer belangrijk vond. De passage is geschreven uit het perspectief van Helmer, het hoofdpersonage, en gaat over de relatie tussen Helmer en zijn vader. Was het maar voorjaar, zegt vader. Niet te veel drinken. Als je drinkt, moet je pissen. Ik weet ook wel dat ik af ben. Maar ik wil nog één voorjaar. Waarom heb je zo'n hekel aan mij, vraagt vader. Waarom laat je de dokter niet komen en waarom zeg je tegen Ada dat ik seniel ben? Ik staar naar de 6 waterverfpaddenstoelen en vraag me af wie zijn huis heeft gehaald en wanneer. Wat heb ik gedaan, Helmer? Hij vraagt me wat hij gedaan heeft en hij noemt mijn naam. De paddenstoelen wonen wazig. Ik moet me vermannen. Dan klinkt er beneden een nieuwe stem. Daar is Ada, zegt vader. Ik kijk hem aan. Ik schraap mijn keel en zeg, dat kan er ook wel nog bij. Ik wil het weten, Helmer. Ik vind dit een zeer emotionele passage, omdat je merkt dat de vader van Helmer beseft dat hij niet lang meer heeft. En hij wil nog één voorjaar meemaken. En de vader beseft ook dat hij iets fout heeft gedaan, dat er iets fout is gelopen in de relatie tussen hem en Helmer. En hij wil weten wat er is fout gegaan. Het enige probleem is dat Helmer nog niet klaar is om dat te vertellen of het zelf eigenlijk nog niet goed weet. Ik heb het gevoel dat Helmer nog steeds
bezig is met te verwerken hoe zijn leven is verlopen en met steeds meer twijfels komt te zitten over hoe zijn leven verlopen is tot nu toe. Zo, dit was een van de vele mooie passages uit het boek. En nu op naar de volgende. Welkom bij de vierde en laatste boekenvlog. Ik heb het boek Boven is het stil van Gerbrand Bakker uitgelezen. Ik vond het een zeer mooi einde, maar het is wel geen happy end. En dat is misschien wat het einde zo mooi maakt. Helmer, zijn vader, is uiteindelijk overleden en Helmer blijft dus alleen achter op de boerderij. Gelukkig blijft hij niet lang alleen, want er komt een oude vriend, een vriend die vroeger nog op de boerderij gewerkt heeft, bij hem op bezoek. En samen beslissen ze om op reis te gaan naar Denemarken. Op het einde van het boek lijkt het beter te gaan met Helmer. Hij lijkt gelukkig te zijn, maar ergens merk je toch dat hij niet helemaal gelukkig is. En dat merk je zeker aan de laatste zin van het boek. Die zin is: ik ben alleen. Hij is dus nog steeds niet gelukkig, maar waar hij zijn vader verloren heeft, komt er een oude vriend in de plaats. Dus ik denk, het is een beetje een open einde, maar ik denk dat die vriendschap iets moois gaat worden en dat Helmer misschien uiteindelijk toch nog gelukkig gaat worden. En dat is wat ik zo mooi vind aan het einde. Ik heb erg genoten van het boek. En ik kan het jullie alleen maar aanraden. Zo, dat waren de vlogs. Dank jullie wel voor jullie aandacht en hopelijk gaan jullie het boek ook lezen.